Deze week komen benzodiazepines aan bod bij het geneesmiddel van de week. Benzodiazepines worden in de volksmond ook wel eens pammetjes genoemd. Bekende voorbeelden zijn temazepam, lorazepam en oxazepam. Benzodiazepines hebben een dempend effect. Ze werken rustgevend, anticonvulsief, spierrelaxerend en slaapbevorderend. Let op! Hoewel de slaapduur wordt verlengd, wordt de slaapkwaliteit door benzodiazepines niet per se beter. In deze figuur zie je dat de remslaap en de diepe slaap afneemt met een benzodiazepine. Het bovenste plaatje geeft het slaappatroon weer met een placebo en het onderste met een benzodiazepine. Benzo's, zoals ze vaak door artsen genoemd worden, grijpen aan op de GABA-A-receptor in de hersenen. Deze receptor wordt ook wel de benzodiazepine-receptor genoemd. GABA is de belangrijkste remmende neurotransmitter van het centrale zenuwstelsel. Door binding aan de GABA-receptor wordt de affiniteit van deze receptor voor GABA verhoogd. Een benzodiazepine versterkt dus de remmende werking van het aanwezige GABA. De juiste term is dan ook eigenlijk benzodiazepine-agonist. Verschillen in werking zijn niet overtuigend aangetoond, maar farmacokinetisch verschillen benzodiazepines wel degelijk. De halfwaardetijd en de tijd tot maximale concentratie zijn de belangrijkste parameters. Op basis hiervan wordt een onderverdeling gemaakt in ultrakortwerkende, kortwerkende, middellangwerkende en langwerkende middelen. In het farmacotherapeutisch kompas vind je dit mooie overzicht. Hier vind je ook een overzicht van alle benzodiazepines die in Nederland verkrijgbaar zijn. Benzodiazepines eindigen eigenlijk altijd op PAM, behalve de benzodiazepine-achtige zopiclon en zolpidem. Nu snap je ook waarom ze vaak pammetjes genoemd worden. Nou, dit schema kan je helpen met het maken van een weloverwogen keuze. Bij gegeneraliseerde angststoornis bijvoorbeeld kan het nuttig zijn om een middel te hebben dat gedurende de hele dag werkt, terwijl je voor kortdurende sedatie, voor bijvoorbeeld een ingreep, een snelle piek wilt. Belangrijk om te weten is dat het effect van benzodiazepines, indien het wordt ingezet als slaapmiddel, na 2 weken geleidelijk afneemt. Ongewenste bijwerkingen blijven helaas wel bestaan. Dit betreft onder andere sedatie, verminderde concentratie en geheugenstoornissen. Met name bij ouderen geven benzo's vaak problemen. Door veranderde kinetiek en dynamiek zijn zij gevoeliger voor bijwerkingen. De belangrijkste zijn een verhoogd valrisico en toename van heupfracturen. Deze tabel is afkomstig uit het vervolgonderzoek medicatieveiligheid dat onder andere is uitgevoerd in het Erasmus MC. Hier zie je dat benzodiazepines op 1 staan bij potentieel vermijdbare fracturen. Wees met name bij ouderen dus zeer terughoudend met benzodiazepines. Bij langdurig benzodiazepinegebruik kan zowel psychische als fysieke afhankelijkheid optreden. De fysieke afhankelijkheid uit zich vooral in onttrekkingsverschijnselen bij het staken. Hierbij ontstaat onrust, angst, spanning, hoofdpijn en rebound slapeloosheid. Je zult begrijpen dat bij het staken van een benzo dit niet per se helpt. Om onnodig langdurig gebruik te voorkomen, worden in Nederland benzodiazepines alleen onder bijzondere omstandigheden vergoed. Dit betreft onder andere de behandeling van epilepsie en angststoornissen. Bij slaapproblemen zijn de kosten voor eigen rekening. Samenvattend, wat moet je nou weten over benzodiazepines? Ten eerste, benzodiazepines hebben een dempende werking. Ze worden onderverdeeld op basis van werkingsduur. Bijwerkingen zijn onder andere sedatie en verminderde coördinatie. En benzodiazepines verbeteren de slaapkwaliteit niet en wees daarom terughoudend om het voor slapeloosheid voor te schrijven. Indien je hier toch voor kiest, schrijf dan alleen kortdurend een pammetje voor.